Welkom bij Lees en Schrijf Gezondheid. In dit programma gaan we iedere week met iemand mee op bezoek bij een arts of iemand anders uit de gezondheidszorg. En je krijgt handige tips en informatie over je eigen lichaam en gezondheid. Met deze keer ook aandacht voor het voorbereiden van een gesprek en doorvragen. Dit is Joyce Harms. Joyce is 26 jaar en heeft samen met haar vriend twee kinderen. Nu is ze 19 weken zwanger van haar derde. Vandaag gaat zij op bezoek bij de verloskundige om te controleren of alles in orde is. Maar ze begint de dag eerst met een goed ontbijt. Ja, ik eet veel fruit wel. Perzik en nectarines. En af en toe druiven. En ook bananen, alleen bananen is dan weer niet goed. Want dan kan je last van je stoelgang hebben. En dat merk je dan heel erg in je buik qua pijn. Dus ja, daar ben ik mee gestopt eten. Ja, je mag geen rauw vlees eten. En ja, ei is ook eigenlijk niet goed. Want ik heb veel last van mijn stoelgang. Dus dan eet ik het ook niet elke dag. Ondanks dat het lekker is. Dus dan ja, ga je weer over op dingen zoeken die je wel mag eten. Gezond toch ook. Ja, niet te veel snoepen en niet te veel fastfood eten. Gewoon kijken dat je echt je gezonde voeding binnenkrijgt. Vandaar dat ik ook veel bij mijn moeder eet. Dan heb ik tenminste nog een gezonde prakkie erin. Zodat het toch weer goed aankomt bij de baby. Joyce houdt dus op allerlei manieren rekening met haar zwangerschap. Ze weet dat goede voeding daarbij belangrijk is. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Toch probeert ze zo goed mogelijk haar best te doen. Alcohol drinken heb ik nooit gedaan. En roken heb ik wel gedaan, maar daar werd ik misselijk van in het begin van de zwangerschap. Dus daar ben ik mee gestopt. Van haar vriend Sheldon heeft Joyce onverwacht een leuk cadeau gekregen. Oh, kijk nu. Twee rompers. Joyce heeft nog ruim 20 weken te gaan voor de bevalling. Samen met haar vriend is ze alvast begonnen met het aanpakken van de kinderkamer. Dit is de babykamer. Ik ben bezig geweest met behang weghalen. Ik ga niet verven meer, want dat kan ik niet met mijn rug ook. En de verfgeur zelf is niet goed voor de baby ook. Daarom gaat mijn vriend de babykamer doen. Ik ga wel inrichten. Dat is de taak voor mij. Deze kant van de muren willen we met behang doen, een beetje grijzig. En dan vanaf deze muur wil ik gaan verven. En dan zo de vloerbedekking. Lekker zacht, lekker warm voor de baby. Zoals u juist zag, weet Joyce redelijk goed wat wel en niet gezond is voor het ongeboren kind. Ik zal u nu proberen uit te leggen waarom het zo belangrijk is om tijdens de zwangerschap gezond te leven. Hier zie je een voorbeeld van een ongeboren kind. Het kind zit vast via de navelstreng aan de buik van de moeder en dit hier heet de moederkoek. Via de moederkoek komen alle stoffen via de navelstreng naar het kind toe en zal op deze wijze de buik binnenkomen van het kind en op die manier ook alle stoffen vanuit de moeder naar het kind brengen, zodat botten die zich daar ontwikkelen voldoende kalk ontvangen en ook de spieren die daar ontwikkelen voldoende eiwitten zullen ontvangen. Het is ongelooflijk belangrijk dat in deze fase de voeding van moeder goed is. Via het bloed kunnen ook schadelijke stoffen het kind bereiken, zoals de stoffen die vrijkomen bij het roken van sigaretten, de stoffen die vrijkomen bij het drinken van alcohol, een glaasje wijn, of bij het gebruik van medicijnen. Vooral de eerste 3 maanden is het kind erg kwetsbaar. Dan worden de meeste organen aangelegd. Juist in deze periode moet je oppassen met medicijnen en daarom moet u altijd overleggen met uw verloskundige of met uw arts over uw medicijnen. Joyce is nu 19 weken zwanger. En zoals u hier op de foto kunt zien, zijn alle vormen van het kindje helemaal herkenbaar aanwezig. Het hoofd met de oogjes, de neus, de mond. En zelfs al een heel klein beetje de oren. De vingers zitten ook mooi aan de handen. Het kindje is nu 25 centimeter lang. Joyce gaat zo naar de verloskundige. Om niet te vergeten wat ze wil vragen, bereidt ze zich goed voor.
Ik maak een lijst voor bij de verloskundige als ik iets wil weten. Bijvoorbeeld als iets niet mag of wat je het beste kan doen. En dan is het altijd handig als je een lijst hebt. Anders als ik bij de verloskundige kom, dan ben ik alles weer vergeten. Het is bijna 3 uur. Over een paar minuten heeft Joyce haar 4e afspraak bij Linda Stewart, de verloskundige. Ze heeft dit zelf geregeld. Een verwijzing van de huisarts was niet nodig. Hallo. Joyce vond Linda in een informatieboekje van de gemeente. Ja. Heb je papier erbij? Ja, die heb ik zeker bij. Hier de kaart. Ja. En de afspraakkaart. Dank je wel. En hoe gaat het verder? Ja, wel goed. Een beetje last van mijn rug af en toe. Ja. En ja, een beetje van mijn darmen. Ja, een beetje last van verstopping. Ja. Dat heeft waarschijnlijk ook wel mee te maken met wat je eet. Ik weet niet hoe het gaat met je eten. Ja, ik eet meer fastfood dan dat ik thuis eet. Want qua koken met geur, veel te sterk die geur, daar word ik misselijk van. Ja, nou, dat zijn dingen die nu in deze periode van je zwangerschap, die eigenlijk binnenkort minder zullen worden. Dat gevoel van misselijk bij het geur van eten. Wat betreft de verstopping is het wel heel belangrijk dat je goed drinkt. Ik weet niet hoeveel... Ik drink redelijk wel veel. 2-3 koppen thee en een paar sapjes. Waarschijnlijk drink je, als dat is wat je nu neemt op een dag, waarschijnlijk te weinig. Want als je darmen goed op gang wil houden, dan is het wel heel belangrijk dat je 2,5 liter per dag drinkt, voornamelijk water. En wat betreft het eten, dan heb ik een foldertje straks waarover het over gaat, over vezelrijk. En dat is wel heel belangrijk in die zwangerschap. En dan is het tijd om te luisteren naar het hartje van de ongeboren baby. En ook al heeft Joyce dit al vaker meegemaakt, het blijft een bijzonder moment. Dat is heel goed te horen. Regelmatig ook heel goed. Had je zelf nog vragen, Joyce? Ja, ik heb wel een paar vragen. Over bijvoorbeeld filet-americain. Mag je dat nou echt helemaal niet eten? Of waarom is het slecht voor de baby? Ja, het gaat eigenlijk bij rauwe vlees over toxoplasmose. En dat kan heel schadelijk zijn voor de baby. Okay. Het is niet te bewijzen van tevoren of de toxoplasmose in het vlees zit. Maar omdat het mogelijk zou kunnen, dan is het beter om het de hele zwangerschap gewoon te vermijden. Oké, en met biefstuk of dat soort vlees? Moet altijd goed doorgebakken worden. Zit die stof ook nog in andere producten? Of? In principe, toxoplasmosevirus wordt vaak overgedragen door heel jonge katjes. Ja. Dus als je heel jonge katjes hebt. Want vaak mensen die al jarenlang katten hebben, hebben een toxoplasmosevirus meegemaakt. Maar als je geen groente uit een volkstuin of uit je eigen tuin eet, maar als je groente bij die groenteboer koopt, altijd goed van tevoren wassen. Joyce laat zien dat ze niet bang is om door te vragen. Dat doet ze omdat nog niet alles duidelijk is. Omdat ze van tevoren haar vragen heeft opgeschreven, weet ze precies waar ze antwoord op wil hebben. Zal ik je even die folder geven over die vezelrijk eten? Ja, graag. Dat is wel belangrijk. Het is handig om een folder te hebben waarin op een eenvoudige manier iets wordt uitgelegd. In dit geval krijgt Joyce er een van de verloskundigen. Maar je kan natuurlijk ook zelf vragen of er een folder beschikbaar is. Ja, dankjewel. Wie kent het niet? Je bent bij de dokter geweest, je staat buiten en dan denk je, ik ben een hele hoop vragen vergeten. Hoe kan je dit nou voorkomen? Dit is heel eenvoudig. Van tevoren, voordat je bij de dokter komt, maak je een lijst. En op die lijst schrijf je al je vragen. Die stel je en als je dan thuis komt, kan je ook de vragen nog eens doorlezen met de antwoorden van de dokter. Dit geeft een goede voorbereiding. Wat Joyce ook goed gedaan heeft, is doorvragen. Denk hierbij aan het voorbeeld van de filet américain. Ze wil weten waarom ze het niet mag eten, waarom de filet américain schadelijk is voor het ongeboren kind. En dat doet ze goed, want de verloskundige is de deskundige op dit onderwerp. Daarnaast wil ze niet alleen maar weten waarom. Ze wil ook goed uitgelegd krijgen waarom het bij ander vlees ook zo is. Want ander rood vlees, dat kan natuurlijk ook dezelfde bacterie in zich dragen. Al met al
Joyce doet het hier heel goed en maakt optimaal gebruik van de deskundigheid van de verloskundige. Als Joyce bij de verloskundige de deur uitstapt, kan ze tevreden zijn. Al haar vragen heeft ze gesteld. Ze heeft antwoord gekregen op haar vragen. Maar ze weet nu ook veel meer over voeding en waarom het is dat ze bepaalde dingen niet moet eten tijdens de zwangerschap. Om haar conditie op peil te houden, heeft Joyce zich opgegeven voor zwangerschapszwemmen. Ze heeft dit nog niet eerder gedaan en is benieuwd wat haar te wachten staat. De buik omhoog. Kom je mooie buik in de lucht. Oren in het water. Het water hier is natuurlijk extra warm. We zwemmen nu in 33 graden. Plus dat je lekker gewichtloos bent. Dan voel je dat gewoon even helemaal niet. Het water is lekker warm en de sfeer is ontspannen en gezellig. Heel lekker, hè? Komt helemaal van bij. Alleen met sommige dingen krijg je wel kramp in je buik, wat je net moest doen. Maar voor de rest, het water is heel oké. Dus we gaan weer verder met de oefening. Joyce gaat helemaal op in de groep. En samen met de andere vrouwen geniet ze met volle teugen. Joyce is heel goed bezig en zoveel moeite kost het haar eigenlijk niet. Ze weet namelijk waarvoor ze het doet. Even nog één keer op een rij wat wel en niet goed is in een zwangerschap als het om voeding gaat. Allereerst het gezonde eten. Daarbij moet u denken aan een volkoren broodje, appeltjes, groenten en heel veel volkoren producten. Het is goed voor de stofwisseling, ook goed voor de ontlasting, want die wordt wat trager als u verder in de zwangerschap komt. Maar geen rauw vlees, zoals filet américain. Eén ding moet u zeker niet doen tijdens de zwangerschap. Roken, alcohol of het gebruik van drugs. Deze stoffen zullen zeker je kind beschadigen. Dus daar moet je daadwerkelijk mee oppassen. Wat u zelf zeker wel moet doen, is goed bewegen. Zwangerschapszwemmen is een heel goed voorbeeld van goed bewegen tijdens de zwangerschap. Het geeft u conditie, het houdt uw botten juist. Maar daarnaast zul je ook zien dat allerlei lichamelijk ongemak wat meer naar de achtergrond zal verdwijnen. Pas op met scherpe stoffen. Zeker de laatste 3 maanden van de zwangerschap. U zult dan veel meer last hebben van brandend maagzuur. En brandend maagzuur kan hinderlijk zijn. Dit kan je vermijden door scherpe stoffen te laten staan. Een ander punt is dat je altijd het groente en fruit goed moet wassen. Dit kan bespoten zijn. Daarnaast moet u ook zeker de kattenbak niet schoonmaken. In de ontlasting van de kat kan toxoplasmose zitten en dat kan schadelijk zijn voor het kind. De baby in de buik van Joyce vraagt veel energie. En deze energie moet ergens vandaan komen. Joyce moet daarom meer slapen tijdens haar zwangerschap. En het is dus zeer belangrijk dat Joyce niet doorgaat in het ritme zoals ze leefde voor haar zwangerschap. Dit kan namelijk in de 2e en 3e termijn van de zwangerschap, dus vanaf de 6e maand, haar echt gaan opbreken. Een goede tip daarom is om tussendoor een slaapje te doen. Dat is goed voor moeder en voor kind. Het voorbereiden van een gesprek is belangrijk. Van tevoren je vragen opschrijven maakt het makkelijker om die vragen te stellen. En het helpt bij het doorvragen. Door de antwoorden die Joyce nu heeft gekregen, gaat ze met een gerust hart naar huis. Dit was Lees en Schrijf Gezondheid. Ga voor meer informatie naar www.leesenschrijf.nl. Hier kun je alle afleveringen bekijken en kun je ook zelf oefeningen maken. Bij dit programma is ook een werkboek beschikbaar. Op de website lees je hoe je dit kunt bestellen.